Uh, Johan Walem, ja, de korte break zit er net op. Uh, hoe is die verlopen? Zeer goed, denk ik. En, uh, dat heeft gedaan aan iedereen gedaan. En uh, nu we zijn we aan het werken. we zijn dan zeer goed te werken, vind ik. En hopelijk uh, we zullen we dat op het veld zien zaterdag. Nu, net voor die break, wonnen we op Mouscruin. Ja, Die drie punten waren wel belangrijk. Uh, heel belangrijk, zelfs. Hè? Ik denk uh, zeer belangrijk. Uh, voor veel ja. dingen. Maar uh, ik denk ook voor de groep. Ze hadden dat nodig. En wij ook. Dus uh, iedereen. Uh, hebben de spelers de kopjes wat kunnen leegmaken in die periode? Dat is ook de bedoeling hè, bij sommigen. We hebben ook internationales, dus het is iets anders. Maar uh, nu we zijn we met onze kern, onze vaste kern, vind ik, om uh, verder te kunnen werken. U zei het daarnet al: er zijn er een aantal uh, internationale spelers. Uh, wie is er momenteel niet bij? Nou, nog Chanot, uh, Tomasic en, uh, en ook Maruzic. Dus uh, ja, het is wel drie belangrijke pionnen. Uh, wanneer sluiten die aan? Openlijk morgen en uh, we zullen wel zien welke staat. En daarna uh, moeten we keuze maken voor zaterdag. Maar uh, wie zal fitness dan zal spelen? Uh, Internationaal of niet? Nu, zaterdag spelen we tegen OHL. Um, ja, hoe kijken die wedstrijd tegemoet? Gewoon een wedstrijd thuis, dat moeten we absoluut winnen. Uh, en nu moeten we begrijpen dat we uh, hier thuis, we, we zijn goed bezig, maar we moeten meer uh, uh, scoren en proberen nog meer uh, te voetballen. Hoe zit het momenteel met de geblesseerden? Ik vind ze zeer goed. Misschien één of twee kleine problemen, maar we hebben een ruime kern. Dus uh, ik heb uh, vertrouwen in iedereen is. Dus als het mankeert, iemand heeft geen probleem. Ja, we hebben ook zelfs een nieuwe spits erbij nu, hè? die uh, kist die erbij gekomen is. Ja, pas uh, vandaag met de groep voor de eerste keer. En uh, we zullen zien ook morgen hoe hij reageert. En, uh, als ze kan uh, klaar zijn voor zaterdag zullen we wel zien. Uh, slotvraag. Ja, de supporters vingen nu al denk, twee of drie wedstrijden. Allee, welem, zo dat Wanneer zal dat er van komen? Uh, dat weet ik niet, maar, maar ik vind dat wel leuk. Dat, uh, ik, heb u, ik heb u al tien keer gezegd. Ik ben hier zeer blij en ik hoop dat we zullen iets uh, uh, zeer positiefs doen ook met de toescour met de supporters. En, uh, ik vind dat zo belangrijk. Het start was ook soms een beetje moeilijk, maar iedereen moet weten en beseffen dat we hebben ongeveer 14 nieuwe spelers erbij hebben in een kern. Dat is, dat is een, een heel ander werk.